Hoi allemaal, morgen is het zover. Morgen is het talentenjacht en mijn eerste. Ik wou het een weekvlog gaan maken, maar het wordt een dagvlog. En ja, het is nu avond, dus de avond, de avond ervoor, vrijdag, het is nu vrijdag. En morgen ga ik in de ochtend nog een beetje filmen en in de middag is er repetitie. En ja, in de middag, in de repetitie dus. En in de ochtend ga ik ook nog een beetje vloggen. En in de avond natuurlijk ook. Dus ja, het is heel erg spannend, maar ik ga voor jullie vloggen. Ik moet even kijken wie mij gaat filmen, vloggen. Misschien heb ik nog wel iemand die mij gaat helpen. Misschien een familielid. Of iemand anders, maar dat gaan we nog even kijken. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie ook. En ja, tot morgen. Hoi allemaal, een hele goede morgen. Vandaag is zaterdagochtend. Ik weet niet hoe laat, ik denk iets van 11:30 of zo. Ik heb me net aangekleed, gedoucht. Ik heb een heel leuk truitje. Van de Shubi. Zo ziet het eruit. En een hele leuke broek. Met kleine scheurtjes hier. In de knie. Van Only. En misschien doe ik dit tijdens het optreden. Maar dat weet ik dus nog niet. Misschien doe ik een flarebroek aan. Misschien doe ik een jurk aan. Het ligt even aan het weer. Ik heb denk, sorry. En ja. Ik ga je deze hele dag meenemen. En ja. Deze komt natuurlijk later online, dus dan is het al geweest. Maar ik neem jullie mee in de auto met generale repetitie misschien ook. Want ik ga nu een klein beetje uitleggen hoe de dag zo meteen in elkaar zit. We gaan om 3:00 weg met de auto naar Castricum. Dan is generale repetitie om 4:00 tot 5:00. En daarna is er een hele grote stop van 5:00, dat ik. Van 5:00 tot 8:15. Om 7:45 moet je er weer zijn. Dus we moeten misschien nog even eten. Misschien even relaxen. Want dat vind ik ook wel heel erg spannend. Maar ik vind het ook heel erg leuk. Maar ik vind niet dat ik per se even te winnen. Maar ja, ik neem jullie deze hele dag mee. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus top. Tot straks. Doei doei. Hoi allemaal, het is alweer middag. Het is 2:30. En je ziet dat ik het anders heb aangetrokken. Deze mooie maanjurk. Van haar is geweest. Ja. Alleen moet ik nu nog bedenken welk jasje. Of ik mijn spijkerjasje gewoon moet doen. Deze. Dit vind ik wel heel erg leuk. Of een spijkerjasje zonder mouwen. Deze. Ik vind die ietsjes minder leuk, denk ik. Ik denk dat ik die ietsje minder leuk vind. En de laatste. Een zwart jasje. Ik moet even gaan bedenken. Maar ik denk dit zwart jasje of het spijkerjasje. Maar ja, we gaan over een half uurtje worden opgehaald door mijn oma. En dan gaan we rijden in Castricum. En dan in de auto ga ik verder vloggen. Dus ja, doei doei. We zijn nu bij Castricum aan Zee met mijn oma en mijn moeder. En we gaan zo eten en we hebben de repetitie gehad. En we moeten straks weer aanwezig zijn en dan gaan we de show beginnen. En ja, ik neem jullie dat ook mee. Hey, we zijn nu aan het eten. Dit heb ik. Oma. Zo lekker die kanalen. We zitten wel ver aan elkaar. Ja. 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 Ja.
applaus. Dat was wat leuk. Dat is de jurk van mij. Geweldig. Echt geweldig. Nou, Nicky, de vloer is voor jou. Pak het podium, pak ze in, je kunt het. Go ahead. Met lief zoals je bent, van Maan is hier Nicky. Wat ik niet doe voor jou, zolang ik leef, zit ik goed bij jou. Elke dag is mooier dan de ander. Zou niet willen dat jij ooit verandert. Ik vind je lief zoals je bent. En bovendien ben jij diegene die mij van A tot Z erkent. Maar het kan me werkelijk niet schelen wat een ander daarvan denkt. Vind je lief, zo. Blijf van je houden, al gaat het verkeerd. En maken ook fouten, het is waar je van leert. Ik kijk naar ons samen en zie het perfecte paar. In voor en in tegenspoed ben ik bij jou. Het is geen geheim meer dat ik van je hou. We klimmen en vallen, maar vinden een weg met elkaar. Wat ik niet doe voor jou, zolang ik leef, zit ik goed bij jou. Elke dag is mooier dan de ander. Zou niet willen dat jij ooit verandert. Ik vind je lief zoals je bent. En bovendien ben jij diegene die mij van A tot Z erkent. Maar het kan me werkelijk niet schelen wat een ander daarvan denkt. Vind je lief zoals je bent. Ik vind je lief zoals je bent. En bovendien ben jij diegene die mij van A tot Z erkent. Maar het kan me werkelijk niet schelen wat een ander daarvan denkt. Ik vind je lief zoals je bent. Ik vind je lief zoals je bent. Ik vind je lief zoals je bent. Nou, Nicky, wat deed dat goed. En hoe vond je het zelf gaan? Goed. Ja, vond ik ook. Wij vonden het allemaal, we hebben echt genoten. Nou, en nu komt natuurlijk een heel belangrijk deel. Nou moet je weer hier op de stip gaan staan. Oh, ik zie geen stip meer, maar goed. Ook dit is de jury, Martijn en Annemieke. En die gaan al vertellen met al hun kunst wat ze vonden. Maar ik ben oom, wij vonden het leuk. Nou, Nicky, ben je ook heel erg fan van Maan? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Als je hebt heel goed geluisterd naar haar manier van langere noten onderbreken en weer aanzetten. Vond ik heel knap, want dat is echt heel moeilijk. Sommige mensen onderschatten dat. En vaak willen mensen altijd hele mooie lange de hoge noten zingen, want dat is natuurlijk iedereen die hoge noten horen. Maar jij hebt ook wel echt de manier van Maan, die eind, die... En dat is heel moeilijk om dat dan te timen en dat te plaatsen. En dat doe je echt heel goed, dat vind ik echt heel knap. En wat ik ook knap vind met Nederlands zingen, is de helft van de artiesten versta ik nooit. En ik heb iedere woord dat jij zong, heb ik verstaan. Dus jij was echt bezig met ons het verhaal vertellen. En dat is met dit soort liedjes heel erg belangrijk. Dus dat heb je echt heel goed gedaan. Dankjewel. Ja, heel erg goed. Wij hebben hier moeite om Martijn te kunnen verstaan, dames en heren. Dus ik wil u echt vragen om ook in het jurycommentaar ervoor te zorgen dat u het ook kunt horen. En dat Nicky het ook zelf kan horen. Want we gaan het straks nog een keer herhalen als we weer wat rustiger zijn en aan het einde. Maar het was in ieder geval ontzettend positief. Willemieke. Ja, Nicky, Marijke, voordat je ging beginnen, die sprak je moed in. Maar dat heb je helemaal niet nodig, want de muziek startte en jij stond er meteen. Dat vond ik heel erg knap.
Je hebt een heel lekker nummer uitgezocht en ik was eigenlijk een beetje nieuwsgierig. Voor wie zing je dit nummer? Is er iemand in het publiek dat je zegt, oh, daar was ik voor. Die vind ik lief zoals ik, ja, ze is. Nee. Helemaal niemand? Nee. Je bracht het echt met heel veel verve. Dus ik denk allemaal nog een groot applaus voor Nicky. Applaus voor Nicky. Nicky, fantastisch. Kom dan maar wat lekker naar je plek. Het gaat haar nagenieten, want het was echt een succes. Dankjewel. Dames en heren, Nicky. Nicky. Marijke. Dag, ik ben Marijke. Ik ben een tante van Nicky. Nicky heeft het heel goed gedaan. En ik ben fan. Een moeilijk liedje van Maan. Hè? Maan. Je hebt de zon en de maan. Een liedje van Maan. En dat deed ze heel erg goed. Dit is Alexander. Een hele, hele goede presentator. Daar kan ik nog een puntje aan zetten. Hij kan echt presenteren. Ik doe alleen maar gek. Maar samen is het goed. Samen zijn we zitje. Samen zijn we zitje. Maar hij is beter om te presenteren. Maar ik dacht er echt alleen als een jong geitje. Heerlijk was het. Bij jouw optreden. Ja, dat is goed hoor. Dankjewel, Nicky. Nou, we zijn weer thuis. Het was heel erg leuk. En het was een hele goede outfit, vond ik. Het was een hele leuke dag naar het strand. En er kwamen heel veel kinderen naar me toe. Die zeiden, wat kan je goed zingen en zo. En een high five en zo. Dus dat was heel erg leuk. Uiteindelijk niet gewonnen, maar het is ook niet heel erg op zich. En ze vonden het allemaal heel goed. En ik moest er gewoon mee doorgaan en het leek op Maan. Dus dat was heel erg leuk. En ja, dit was alweer het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En doe een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal als je het niet hebt gedaan. En doei doei, tot de volgende keer.